Ja, opname 3. Jongen, je moet wel even. Kijk, anders zie je toch niks. Wacht. Ja, maar dat... Ja, doe maar doorfilmen. Hop, ja, gaat helemaal goed. We zijn onderweg naar Utrecht. Het is nog 9 dagen tot de challenge. Ja, bij Utrecht, want dat is ook een van de 18 eredivisiestadions. Daar hebben we nu een afspraak, want die gaan ook meedoen. Dus eens kijken wat er allemaal kan en hoe zij er tegenaan kijken. En vervolgens gaan we naar Kampong. Kampong is een hockeyvereniging, ook in Utrecht. En daar hebben we afgesproken met Barry en met Robert Kemperman. En dan gaan we eens een potje hockeyen. En misschien kan ik ook... Volgens mij wordt er een goal gezet, hè, Jiske? Ja, ik weet niet helemaal zeker, maar Bas denkt dat hij alles kan. Dus dat mag hij dan even gaan laten zien vanmiddag. Nou, wij gaan hier rechtsaf naar de Galgenwaard. En dan zien we jullie daar. We hopen dat het ook dit weer wordt. Van 31 maart tot en met 6 april. Zat uit lente in de ogen van de tandartsassistenten. En wij zijn er gewoon. Minimaal 6 Kijk. Maanden. Kijk, niet doorvertellen jongens, maar wij zijn bij FC Utrecht naar binnen geslopen. Via deze deur. Nou Jiske, dit was wel de snelste meeting ever. Het gaat steeds sneller. Kort maar krachtig. Hier stoppen we even op 3 april. Vroeg in de ochtend, rond een uurtje of iets voor 11, hè? En dan mogen we gewoon stoppen, precies voor de hoofdingang. Dus dat is echt top. En dan gaan we nu naar Kampong. Dat ligt daar ergens achter. En dan gaan we eens even lekker hockeyen. Dat is even wat anders. Wat een ellende, Jiske. Hij heeft me naartoe gebracht. En een vriend van mij die ik ken vanaf een activiteitscentrum, had ik net ongeluk gehad. En die zei van, ga eens mee, hockeyen. En dat zei, ja, hockey, ik ben geen kakker. Het al oude... Hockeyfeest. Ja, nou, dat weer wel. Het al oude imago van hockey. Dus eigenlijk de eerste training, en ik heb sinds die tijd nog maar 2 trainingen gemist. Ja, dat is wel top. Lekker, zo'n riem. Je riem zou ook wel een goede plek met je heupen sturen en zo. Ja, precies. Bas, wat gaan we doen? Ja, schietschuif spelen. Ja, ik hoop. Hoppa! Ja, ik ga schuif vallen. Voet op de plank houden. Oh ja. Rijzen eraf. En dat was 10 minuten. Ja, nee, maar dat valt voor mij. Heeft wel geluisterd. Eerst rijden is voet op plank. Basisregel bij het hockey. Nou, wat zie je namelijk ook? Dat mensen gaan rijden op een groot veld. En dan laten ze de hoepels los. En dan denk ik dat ze met een boot kunnen maaien. Binnenkort. En zijn er nu mensen actief in het... Er zijn geen hockeyers bij ons nog. Ja, nee. Het zijn eigenlijk mensen die geblesseerd zijn die dan het spelletje komen doen. Maar iedereen mag het doen. En geblesseerd is dat gewoon als je bijvoorbeeld... Iemand die versleten knieën heeft. Je knieën inderdaad, heupen... Maar stel dat wij... Gewoon de sport. Iedereen kan dat doen. Of je nou valide of invalide bent. Het maakt niet uit. Iedereen heeft dezelfde rolstoel waar hij mee moet bewegen. Ja. Ja, precies. Bedankt. Bas, bedankt me. Nee. Bas, dankjewel. Lekker skiën. Succes zo met trainen. Dankjewel. En, wij komen hier in de buurt op 3 april volgens mij. En dan is een mooi voorbeeld weer van hoe het kan en hoe leuk verschillende sporten kunnen zijn. Dat was wel een goede afsluit toch, denk ik. Absoluut. Ik zou zeggen, kom 20 april in Amsterdam. Sporthal Zuid. Hier.